nu op de woonkamer van het kasteel die normaal bewoond is, winter en zomer. We zijn voor een reeks schilderijen dat ik laat schilderen hebben. En dat zijn de bedrijvigheden in het kasteel van Barnhem. Daar van boven hebben wij de jacht, de landbouw, de visserij. Er zijn 300 vissers op de Oude Schelde met hun chalet. En dan hier van onder hebben we bezoek van het kasteel. De eendekoe die spijtig genoeg nu afgeschaft is door de Vlaams gemeenschap. En dan bosbouw. We planten bomen om ze later te vellen. Hè. En dan er zijn ook een schilderij van de huizen van het domein. Wel, straks hebt u gevraagd als een plaats dat ik graag zie. En wel, kijk, ik ben fier op mijn schouw. Kijk, boven de schouw. Ziet u? Een klok. Mooi, hè? Ik heb hier vorig winter een eetkamer laten restaureren. En we hebben lang gezocht voor een kleur te vinden. En op een zeker moment, die persoon die mij helpt, kwam met die oranje en ik zeg, ah, dat is een mooie kleur, we zullen het in oranje schilderen. En dan heb ik de vier wapens laten schilderen aan het plafond, want ze waren wit, dat was maar triestig. En het algemene resultaat van die eetplaats is volgens mij zeer goed, zeer mooi gelukt.